Het verdriet is enorm bij de inwoners nadat de ravage bekend is die de overstromingen hebben aangericht. En dat is weg. En ik word nog emotioneel als ik het vertel. Dat is weg. Ja, dat gevoel van je mag geen aardappelen meer uit tuinen eten. Dat is je basis, ja, die is weg. Ja. Het is nu puinruimen voor veel inwoners. Alles vloeren, cementvlekvloeren, moet eruit, vloerverwarming moet eruit. Keukens, alles eigenlijk, zeg maar. Woonkameren in de garage, de keuken uiteraard. Bijna alles wat er dus nu staat en dus in die ruimtes is eigenlijk min of meer als verloren te beschouwen. Alles is nat, de meubels zijn aangetast, de kasten, de rest had ik ook gezet. En ook de auto? De auto stoot er los, ja, helaas. En verder een meer actueel. Tweede Kamerlid bezoekt Brommelen, inzamelingsactie Meersen voor Meersen en Klopjacht Meersen. Goedendag, dit is meer actueel van week 29. Het is een dikke week na de overstromingen in onze gemeente. Voor veel inwoners is de ravage nu pas zichtbaar en het verdriet is dan ook groot. Waar wij anderen de emotionele schade zich met name met het huis bevindt, is het voor Ludo uit Brommelen de tuin. Daar werd ik net ook emotioneel van toen ik eraan dacht. Van we wonen nu 37 jaar hier. In die 37 jaar zijn we van dag 1 bezig geweest met een stukje zelfsupporting, goed voor onszelf zorgen. We telen 37 jaar groentes hier. We hebben een kas, een tomatenkas, komkommers. Er wordt nu geadviseerd vooral niks meer te gebruiken van de tuin. De groentetuinen zijn helemaal weg, daar staat niks meer van. We mogen het niet meer eten. We hebben nooit gif, pesticiden, kunstmest. Nooit gebruikt. We hebben ons eigen ecologisch gebiedje hier gecreëerd. Hè? En dat is weg. En ik word nog emotioneel als ik het vertel. Dat is weg. Ja, dat gevoel van je mag geen aardappelen meer uit tuinen eten. Dat is je basis. Hè? Die is weg. Ja. De kippen bij Ludo in de achtertuin heb ik helaas ook niet allemaal overleefd. De komende tijd is hij nog druk bezig om zijn huis op te ruimen. Dat gebeurt ook in de Meerstraat in Bunde. De straat stond een week geleden volledig onder water. De schade bij de inwoners binnen is enorm. Alles is kapot tot 60 centimeter hoogte. De behang, de keuken die net een jaar oud was, is afgeschreven. We hebben hete luchtverwarming, die is ook kapot. De vloer, we hadden laminaat, die dreef ook door het huis. Dus eigenlijk alles tot 60 centimeter aan elektrische apparatuur en keuken en bank. We hadden achter een slaapkamer, daar stond het bed, daar hadden we de spullen opgezet. Dat was ook nat, dus die spullen zijn uiteindelijk toch afgeschreven. Dat weten wij niet. De expert komt volgende week. Maar voor ons is het heel redelijk... Afgelopen, ja, wasmachine en wasdroger en stofzuiger. En, ja, het water is weg. Maar goed, is dat schade? Grote schade voor ons is de auto. Maar goed, er zijn nog auto's, dan zijn wij niet meer. Hè? De klus is nu geklaard. Er staat de droger binnen. Dan is het vocht uit het huis aan het halen, want de muren zijn nat. Alles is nat. De meubels zijn aangetast. De kasten, de rest had ik ook gezet. En ook de auto? De auto stoot er los, ja, helaas. Dat heb ik pas van november. Hele fijne auto, maar helaas. Een gedeelte van de Prozivolstraat stond ook onder water. Bij sommige inwoners kan er pas sinds zaterdag worden begonnen met opruimen. Het water kon nog niet worden weggepompt vanwege het gevaar dat het fundament daarna instabiel wordt. Er stonden twee boekenkasten. De ene is waarschijnlijk helemaal tot los, die andere... Een grote Lundia-kast moeten we nog even kijken of dat houdt of niet. Er stond een bankstel, dat staat nu voor oud vuil in de garage. Er stond een salontafel, ook van onderen aan. En er stond een vleugel, die heeft ook dat 20 centimeter in het water gestaan. Ja, de totale schade die weet je niet, want je krijgt er wel wat anders voor in de plaats. Maar ze kunnen niet alles vergoeden. Kijk, de verzekering dekt de schade, maar dat houdt een bepaald moment op. Oh.
Wat is er niet kapot, kan je beter vragen. Nee, daar hadden we van alles staan. Dat stond onder andere in de diepvries en in de garage is het geweest. En in de bijkeuken, wasmachine, droger, diepvrieskast, ijskast. Ja, van alles wat er stond, ja. Dit is nu, daar is nog niet veel weg, want ze kunnen nu pas uitruimen, want eerst konden ze er niet in, maar wegen het water. Ze zijn nu aan het uitruimen en wat weg is, ja, dat is ja, eigenlijk alles. Zeg maar, mijn bureaus en mijn laptop en mijn printer en mijn camera's. En wat erger is nog, onze fotoboeken. Die nemen ze dus mee, proberen ze met vriesdrogen die foto's te redden. Ja, dus, en in de kamer natuurlijk, het bankstel en de tv en, zeg maar, en de kasten en beelden. En, ja, en de hele keukeninstallatie en ja, noem maar op. Ja, de rest okay, is allemaal vervangbaar, alleen natuurlijk ja, mijn hele administratie. Dus ik kan niks meer reproduceren. Je hebt dus, moet al afspraken maken met belastingdienst en zoiets allemaal. Deze inwoner uit Tussen de Bruggen vat de schade in zijn huis in één zin samen. Maar ja, alles wat op de grond gestaan heeft, hè, dus van een salontafeltje tot een eetkamerstoel, het bed, een pc, alles is gewoon verwoest. Alles is verwoest. Is niet meer bruikbaar. Het is natuurlijk ontzettend vies water. Het stinkt heel erg. En je ziet, er zaten meubelen bij ja, die gewoon vol hout waren. Ja, en dat is ja, een paar uur later is dat al bijna dubbel zo dik. Gewoon door het ontzettende hoeveelheid vocht wat het opneemt. En ja, een schadebedrag zou ik er echt niet aan vast durven hangen. Maar je moet ervan uitgaan dat je eigenlijk gewoon op misschien wat ketel en servies en kleding en zo na die wat hoger gestaan of gelegen hebben, moet je eigenlijk alles nieuw. Een groep inwoners van Westbroek en Brommelen hebben donderdagmiddag een brief aangeboden aan Delta-commissaris Peter Glas. De Delta-commissaris is door de regering aangesteld om te werken aan de bescherming van het land tegen hoogwater. In Brommelen was de dijk vroeger een vriend, nu een vijand, aldus een van de inwoners. De Delta-commissaris kwam om te luisteren naar de inwoners van de getroffen gebieden. De meeste inwoners wilden vooral een antwoord op de vraag: hoe nu verder? En daar hoop ik ook vanuit mijn positie in Den Haag, maar samen ook met waterschap, overheden, provincie, ook de gedeputeerde is erbij, nieuwe gedeputeerde, om dingen mogelijk te maken die wellicht in de toekomst het kunnen voorkomen. Is dat mogelijk? Of in elk geval de gevolgen minder ingrijpend te laten zijn. En makkelijk zal het niet worden. Een groep inwoners schreef een brief waarin ze een deel van de vraag hoe nu verder beantwoorden. In de brief wordt onder meer het volgende probleem aangehaald. Vanuit het Bunderbos loopt er grondwater richting het kanaal. Maar door het Grensmaasproject is daar een kiezellaag verwijderd en vervangen door ondoordringbaar klei. Vervolgens gaat het water richting Westbroek en Brommelen, waar het omhoog komt. Het consortium, de organisatie van het Grensmaasproject, spreekt dit in Dagblad de Limburger tegen. Volgens hun is er op dat gebied nooit een kiezellaag verwijderd. Verder wordt in de brief geschreven dat er een onderzoek moet komen naar de oorzaken. Ze stellen voor dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit gaat doen omdat deze organisatie onafhankelijk is. Verder schrijven ze dat de vier gemaalpompen die het grondwater in Bunde op peil moeten houden, een combinatie van grond- en kwelwater niet aankunnen. Ook voelen inwoners zich niet gehoord toen ze de organisatie van het Grensmaasproject waarschuwden voor het stijgend grondwater. Verder werd vroeger het grondwaterpeil wekelijks gecontroleerd, maar dit gebeurde na het Grensmaasproject niet meer. Ik hoop dat de partijen met elkaar aan tafel gaan zitten, want we willen niet vingertje wijzen naar wie heeft er wat fout gedaan in het project. Maar dat is misschien wel heel interessant om achteraf uit te zoeken. Maar waar het voornamelijk nu om gaat is de veiligheid van het hele gebied waar 5000 mensen wonen. Die is op het spel gezet door het Grensmaasproject. Vroeger was hier geen water. De dijk van het Julianenkanaal was de buffer tussen de Maasoverstromingen en dit gebied. De huizen die hier gebouwd zijn, zijn op normale wijze gebouwd. Ook zonder trappetjes zoals je in Geulen-West ziet. Omdat hier nooit meer water is geweest de laatste 100 jaar. Ik vind het heel goed dat de bewoners zich zo gegroepeerd hebben en met deze boodschap opkwamen.
ook goed dat ze niet zeg maar, de details ingegaan zijn van wat is er nou wel of niet goed gegaan in 2007. Maar gezegd hebben van dit is nou de situatie van nu. Wij willen met u, de Delta-commissaris, in gesprek om te kijken hoe we herhaling kunnen voorkomen. En wij staan volledig achter die oproep van de bewoners. Verantwoordelijk wethouder Gerard Eijf heeft de eerste afspraken met de bewoners al gepland. Ik heb net ook even nog afgesproken met de staf van de Delta-commissaris hoe we daarmee omgaan en met de dijkgraaf. Dus ik ga de komende week, als de mensen opgeruimd hebben hier en op vakantie zijn geweest, de stukken bestuderen in die periode. En dan denk ik dat het goed is dat we met techneuten erbij nou maar eens een keer een soort conferentie laten vertellen. Wat is hier nou de situatie, wat er gebeurd is en wat moeten we doen om herhaling te voorkomen? Wij voelen ons altijd helemaal beschermd door de dijk. Dat was onze vriend. Maar op dit moment is dat onze vijand. Want als die doorgaat, dan zijn we allemaal weg. Dat staat hoger dan... we zijn een badkuip. En, dan, dus, en dat, dat lijkt door de hele constructie toch echt een probleem te zijn. We voelen ons echt acuut onveilig. De Delta-commissaris was niet beschikbaar voor een interview. Hij moest door naar zijn volgende afspraak in Valkenburg. En we blijven nog even bij Brommelen, want PvdA Tweede Kamerlid Joris Thijssen kwam een kijkje nemen in het getroffen gebied. PvdA-Kamerlid Thijssen keek met veel zorgen naar de beelden van de overstromingen in Limburg. Hij vindt het belangrijk dat de gedupeerden tijdig en op een goede manier worden gecompenseerd. Ik denk dat het heel goed is van de regering dat ze hebben gezegd dat dit een rampgebied is en dat er dus ook een rampenfonds voor komt. Ik denk alleen wel dat dit kabinet best wel slecht is om dit soort dingen dan ook netjes te regelen. Dus het herstellen van de huizen in Groningen, de kindertoeslagaffaire en daar die mensen geld teruggeven. Dus ik roep het kabinet wel echt op, zorg nou dat die mensen ontzorgd worden. Dat ze zich bezig kunnen houden met het herstel van hun huis en emotioneel dit te boven komen. En niet dat ze zich ook nog zorgen moeten maken of dat nou de verzekering of het rampenfonds gaat betalen. Dat is één. Tweede is, ik denk dat er een evaluatie moet komen van hoe hebben nou alle maatregelen gewerkt? Waar moet het nog verbeteren? En dat we dan doorgaan met werken aan waar het water heen kan bij dit soort extreem weer. En ik denk een derde ding, dat iedereen is kristalhelder dat dit steeds erger wordt door klimaatverandering. Ik vind dat onze premier Rutte daar veel te weifelend over doet. Anders dan bijvoorbeeld bondskanselier Merkel en de premier in België. Dus ik ga daar ook echt de regering wel op bevragen. Zeg nou gewoon, dit is klimaatverandering. Dit is waarom we Nederland gaan vergroenen. En dan kunnen we zorgen dat dit soort extreme zaken niet nog veel vaker voor gaan komen. Thijssen is van mening dat de eerder genomen maatregelen op sommige plaatsen goed hebben gewerkt. Al zijn er volgens hem wel nieuwe maatregelen nodig. Nou, volgens mij zijn er heel veel maatregelen genomen. Want er zijn die natuurlijk 20 jaar of 25 jaar geleden ook, is er ook overlast geweest. En toen is er een heel project gekomen van hoe moeten we nou omgaan met de stijgende zeespiegel, maar ook met meer waterafvoer door de rivieren. En er is een heel programma voor opgezet, er is ook een Delta-commissaris voor. En volgens mij zie je dus ook dat dat deels echt wel goed gewerkt heeft. Maar goed, je ziet ook dat het dus blijkbaar nog extremer kan. En dat we dus echt heel goed moeten kijken waar moeten we nog meer maatregelen nemen om ook dit soort hoosbuien aan te kunnen. Andreas Polen van Partij Kijk uit de Meersense gemeenteraad, die ook aanwezig was bij het bezoek van het Kamerlid, vindt dat er grondig moet worden geëvalueerd. Ja, in eerste instantie is natuurlijk de gemeente zelf die nu ook dag en nacht gewerkt hebben hier om dit in goede banen te leiden. En ik denk de volgende stap zou moeten zijn analyseren wat beter kan en ook hoe gaan we om met het water. Het is denk ik een opeenstapeling van factoren geweest nu, heftige regenval. En dan hebben wij natuurlijk hier specifieke situatie met Kanaal, Geul en Maas. Maar ook daar moet je evalueren hoe dat misschien in de toekomst anders kan of beter kan. Er kwam vanuit de slachtoffers kritiek op de crisisaanpak van de gemeente. Polen begrijpt de commotie. Ik begrijp het. Ik begrijp de emoties. Dus heel duidelijk. Dus aan de andere kant zie ik ook dat in het gemeentehuis is zo'n beetje dag en nacht gewerkt om dat wat er gebeurd is te regelen. Dat was niet niks wat er gebeurd is. Dus ik begrijp de emoties nu als je schade hebt gehad en alles. En dat is wel een punt van aandacht. We moeten kijken, we moeten het evalueren. In ieder geval de gemeente samen met de instanties. Dus ik begrijp het. Maar ik denk dat er ook heel veel wel goed gebeurd is. En dus de schade is grotendeels beperkt gebleven door het handelen van de gemeente. Dus ik ben daar wat dubbel in. Maar ik begrijp de emoties van de mensen die echt schade hebben en bang zijn geweest. En dus daar, dat wil ik niet wegstoppen. Absoluut niet.
In een woning in Waterval is donderdagavond brand uitgebroken. De oorzaak? Een wasdroger in de bijkeuken die in brand was gevlogen. De brandweer, politie en ambulance werden gealarmeerd. In het dorp was korte tijd rookontwikkeling die zich verspreidde. De ambulance heeft de bewoners nagekeken omdat ze enige tijd in rook hadden gestaan. Het water heeft ook schutterij Sint-Barbara hard getroffen. De schietweide is één grote ravage. Balken, borden en alle bezittingen stroomden over de weide. Zij laten in een reactie weten: we hebben niks meer. Onze schietboom, onze onderhoudsmaterialen, ons gereedschap en onze mogelijkheid om een invulling te geven aan onze schutterscultuur, aldus de schutterij. Ook de andere schutterij Sint Remigius is hard getroffen door de wateroverlast. De schuttersweide, inclusief de schietmas en de gehele kelder van het schuttersgebouw, heeft blank gestaan. Het water is niet zo hoog gekomen dat de begane grond onder water is komen te staan. Jolanda Raamakers en Audrey Vossen zijn een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor de gedupeerde inwoners van de wateroverlast in onze gemeente. Zij doen dit onder de naam Meersen voor Meersen. Een van de initiatiefnemers van de crowdfundingactie ging eerst het getroffen gebied in Brommelen in om haar hulp te bieden. En de schade was groot. Je belt aan een huishouden of belt aan, de deur stond wagenwijd open, bied je hulp aan. En je gaat als eerste staan dweilen en staan doen. Maar al gauw denk je van, hier help ik de mensen niet mee. Tuurlijk is het fijn dat mensen helpen in je woning, maar kunnen we meer betekenen? Je hoort de ellende. Ik hoorde een verhaal van ergens waar een babytje van een week oud was en waar het wiegje gewoon door de kamer dreef. Ja, dat grijpt je enorm aan. En al heel snel bedenk je van, is het mogelijk een crowdfunding op te zetten om de mensen in ieder geval een stukje financieel tegemoet te komen. Want ja, heel veel verzekeringen dekken niet, of althans niet alles. Wat het rampenfonds op dat moment ging doen, wisten we ook niet. Dat was heel onduidelijk. Maar goed, al zou er iets uitgekeerd worden, het is een druppel op een gloeiende plaat. Jolanda Raamakers kreeg in eerste instantie te horen dat er al een inzamelingsactie gehouden wordt, namelijk Giro 777. Ze was op dat moment blij dat er voor de gedupeerde mensen iets geregeld was. Later kwam Jolanda erachter dat het om het rampenfonds ging. En dan vraag je je af, komt dat wel bij de mensen terecht die echt ellende hebben, waar alle meubels weg zijn, die niks meer hebben, die nergens naartoe kunnen, die misschien nergens meer kunnen wonen? En toen heb ik op een gegeven moment tegen Audrey gezegd van, misschien moeten we proberen een crowdfunding op te zetten. We zien wel of het lukt, of het niet lukt, maar dan echt voor onze gemeenschap. Het is de bedoeling dat het ingezamelde geld terechtkomt bij de grootst getroffen huishoudens in onze gemeente. Nou, we hebben echt gekeken naar de straten waar specifiek de allerergste gevallen woonden. Om het maar even zo te zeggen, met name het gebied tussen de bruggen, de Proostenhof, Westbroek, Brommelen, Meerstraat en een gedeelte van de Geulstraat. Daar wonen toch de ergst getroffenen. De crowdfundingactie is echt bedoeld voor het inzamelen van geld. Voor andere spullen, zoals meubels, kunnen mensen ergens anders terecht. Dat is Zorgloods Waterramp Limburg. Die zijn gevestigd in het Weerterveld, toevallig ook hier in Meersen. Als iemand met spullen zit, dat ze zich daar even melden. Zij weten precies waar de vraag het hoogst is. Na een paar dagen staat de teller van het ingezameld bedrag op zo'n 2300 euro. De initiatiefnemers doen een oproep om zoveel mogelijk te doneren. Dus alle mensen die geen water binnen hebben gehad, of misschien alleen maar een kruipruimte, want eigenlijk is dat te verwaarlozen tegen de andere ellende. Of die mensen allemaal bereid zijn een kleine bijdrage te doen voor al die mensen die wel zo diep in de ellende zitten. Doneren kan via de website steunactie.nl onder het kopje Meersen voor Meersen. Of via de Facebookpagina van Audrey Vossen of Jolanda Raamakers. Dit waren beelden van een week geleden. En dit zijn beelden van de actualiteit. Veel vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het zwembad een week later alweer open kan. We kunnen het ons bijna niet voorstellen. Een week geleden zagen we nog een overstroomd zwembad,
waar alleen de grote toestellen zichtbaar waren. Niemand had kunnen bedenken dat het zwembad dit seizoen nog open zou kunnen. Ik ben er ook versteld van. Hoe ik de volgende week hier de trap afliep, ik denk dat wordt dit seizoen helemaal niks. En dan doe je zo'n oproep voor de vrijwilligers om te komen helpen. En dan zie je 50 mensen hier rondlopen. Grote en kleine kinderen van 4 jaar die speeltoestellen in scholen maken. En dan heb je op zondagavond denk, hey, het is bijna klaar. Alleen het bad zit natuurlijk helemaal vol die klei. Die hebben op maandag hebben we die met een man of 10 zitten eruit scheppen. Misschien wel 1000 emmertjes modder. En die hebben we op de dijk gegooid. Dus die hebben het meten ook iets verhoogd. En we zijn op dinsdagavond beginnen te vullen. En op vrijdagmiddag zijn we weer open gegaan. Het is heerlijk. Het is, ja, je zag inderdaad die modderpoel en alles. En als je dan nu ziet van de handen in elkaar. Iedereen is gekomen die kon komen. Ook met hoge drukreinigers, met alles en nog wat. En ja, ik ben blij. Ik was dus ten tijde van de overstroming was ik niet in Meersen. Maar ik was blij dat ik dinsdagmorgen toch nog een uurtje kon helpen. Zodat je toch met een goed gevoel vandaag weer kan komen zwemmen. Hè? Want je wilt toch wel wat doen samen met anderen. En ook voor de vereniging natuurlijk. Hè? Op die korte tijd het zwembad. Eerst een modderpoel en dan nu, na 10 dagen, dat we weer kunnen zwemmen. Het is geweldig. Het lijkt net of ze heel laat hier het zwembad aan het vullen zijn. Of er helemaal niks aan de hand is geweest. En dan denk je toch wel op tijd van 3 dagen zoveel voor elkaar krijgen. Het is onvoorstelbaar. En ik denk dat het ook onze voorzitter heel veel kracht geeft. Want die steekt er zoveel energie en tijd in. En dat hij nu heeft gevoeld van het is, ik doe het, ik stuur het aan. Maar we kunnen het allemaal met z'n allen klaren, de klus. Ja. Het is op dit moment nog niet exact te schatten hoeveel de schade bedraagt. Maar dat het veel is, dat is één ding dat zeker is. Ja, de schade is nog altijd niet helemaal te schatten. Kijk, maar ik ga nog steeds uit van een ton ongeveer. Kijk, als je ziet dat alle 6 pompen onder water gestaan hebben. Een elektriciteitskas. We hebben hier heel veel bedrijven op dit moment rondlopen gehad. Die hier 2-3 dagen aan een stuk gewerkt hebben. Nou, die rekeningen komen zo dadelijk binnen. En dan kan je pas echte schade opmaken. Maar ja, tot het veel is, dat staat buiten kijf. De stroomversnelling in het zwembad zal dit seizoen helaas niet meer werken. Maar gelukkig zijn andere watertoestellen wel weer actief. Dankzij de firma SPI hebben zij 2 dagen lang zitten proberen om een noodvoorziening te treffen. Zodat toch de glijbaan en die vuurtorentje daar ziet staan, die loopt nog. En dat is de hoofdattractie voor de meesten. Iedereen zei, als de glijbaan maar loopt, zegt hij. Dus hij loopt weer. Dan het andere zwembad. Zwembad Geulen. Daar kan niet gezwommen worden. De reden? Een noodverordening die verhindert dat het zwembad leden kan ontvangen. Wij kregen het aanbod hoe dit gebeurd was vanuit het zwembad Geulen. Van de mensen, het meeste zouden bij hun kunnen komen zwemmen. Nou, wij hebben gisteren besloten dat alle mensen uit Geulen die een lidmaatschap hebben bij het zwembad Geulen, hier op vertoon van een pasje hier gratis kunnen komen zwemmen. Een grote pluim dus aan alle vrijwilligers, want dankzij hen kunnen we weer zwemmen in een zwembad en niet in een natuurbad. En zometeen uitgelegd met daarin meer over de wateroverlast. Fotograaf en gedupeerde Karel Keuvers is te gast en vertelt zijn verhaal over hoe het water hem overvallen heeft. Want wat was jij aan het doen op het moment dat het water kwam? Ja, ik was foto's aan het maken van meer vandaag. Je bent fotograaf, hè? Ja. Onze fotograaf. Ik kwam terug en in Brommen zag ik mensen staan en ik denk, ga eens kijken wat daar is. Ja, en dan zei ze, zie je het niet, Karel? Dat is water. Zeg, water kan niet. En ik ga naar huis toe en ik heb er eigenlijk niet op gereageerd, want ik zag geen water ook bij ons. Hè. Dus ik ga achter de computer die foto's bewerken voor ze er hier naartoe te sturen. Dus het komt mijn zoon in één keer. Zeg pap, zou je niet eens komen helpen buiten net met zandzakken te maken? Want het water komt ons overal komt. Nou, ik ga naar buiten stappen in het water. Dat en meer zometeen, maar eerst. Pastoor Theo van Galen wordt de opvolger van Wim van Meijgaarde in Meersen en Rotem. Dat is bekendgemaakt in de parochies. Van Galen treedt in september aan als pastoor van de parochies in Meersen. Daaronder valt de Basiliek in Meersen, de Jozef Arbeider in Meersen West en het Heilig Hart van Jezus in Rotem. Pastoor Theo van Galen, 68 jaar, komt oorspronkelijk uit Venlo. Hij werd in 1979 tot priester gewijd. Van Meijgaarde heeft eerder aangegeven te willen samenwerken met de nieuwe pastoor
om zo nu en dan toch nog een mis te doen. Het commissariaat voor de media heeft Meer Vandaag voor de komende 5 jaar de zendmachtiging toegewezen. Dit betekent dat Meer Vandaag mag blijven uitzenden tot 2026. Dat gebeurt in het jaar dat de lokale omroep van Meersen 20 jaar bestaat. Precies 20 jaar geleden, in 2001, kreeg Meer Vandaags voorganger RTME als eerste de zendmachtiging. In 2016 kreeg Meer Vandaag de zendmachtiging en volgde daarmee RTME op. Het Nationaal Rampenfonds geeft eenmalig 1000 euro per huishouden voor circa 8000 huishoudens die getroffen zijn door de wateroverlast in Limburg. Het geld wordt overgemaakt aan de betreffende gemeente, die vervolgens het geld zo snel mogelijk doorgeven aan de getroffen gezinnen die bij de gemeente bekend zijn. Het is zomervakantie en dus tijd om activiteiten te organiseren voor de jongeren. En in onze gemeente gebeurt dat 8 weken lang aan de hand van een interactieve speurtocht genaamd Klopjacht Meersen. In deze speurtocht moeten puzzels opgelost worden. Sportakkoord Meersen heeft hierbij 1 doel. We merken sowieso met de coronaperiode dat de jongeren minder in beweging zijn. Nu richting de zomervakantie hadden we idee binnen het sportakkoord om jongeren in beweging te brengen. Middels een interactief spel wat de hele zomervakantie doorloopt. Ja, wij zijn zelf nogal fan van spelletjes, speurtochten, puzzels. En in combinatie daarmee hebben we het interactief gemaakt. Door zowel dat je met je telefoon dingen moet doen en dingen moet opzoeken. Als plekken in Meersen bezoeken. Ook met een historische achtergrond. De speurtocht is in eerste instantie opgezet voor jongeren. Maar in principe kan iedereen die wil meedoen. En ook met eventuele coronamaatregelen is rekening gehouden. Ja, we hebben bewust gekozen om een interactief spel aan te bieden wat rekening houdt met deze maatregelen. Iedereen kan het op zijn eigen manier doen, in zijn eigen tijd. Dus daar wanneer de persoon tijd heeft, kan hij het spel spelen. Dus hoeft in principe helemaal niet in contact te komen met anderen. Het vergeten verhaal van de bokkenrijders uit Meersen. Waarbij de overgrootopa van Michiel Valk ten onrechte ter dood werd veroordeeld. Michiel Valk wilde onschuld van zijn overgrootopa bewijzen met hulp van de jongeren uit Meersen. En dat doen ze door... Door elke week een hint vrij te geven in de speurtocht, kun je eigenlijk pas per week vorderingen maken. Dus elke zondag komt er een nieuwe hint vrij, die je pas op maandag kan starten. Zo duurt het 8 weken. En aan het einde van de 8 weken heb je de speurtocht, de puzzeltocht opgelost. Onder de winnaars, degenen die in de week 8 uiteindelijk de finish bereiken, die kunnen ons de oplossing sturen. En daar worden dan de waardeschecks van de gemeente Meersen, Meersenair, volgens mij worden die onder verloot. Wil je graag meedoen aan het onschuld van overgroot opa Valk bewijzen? Dan kun je je inschrijven via de website klopjachtmeersen.nl. En oh ja, alvast een eerste hint, houd elke zondag Meer Actueel in de gaten. Zometeen dus na de reclame uitgelegd met daarin de overstromingen, maar ook over de aquarelkunst. Heeft u deze mooie tekeningen al eens voorbij zien komen? Maar door wie zijn ze gemaakt? U ziet het zometeen in Uitgelegd. En in onze app De Podcast De Staat van de Raad met daarin, waar waren de politici en de gemeente tijdens de wateroverlast en daarna? Voor nu wens ik u nog een prettige dag.